Marie. Dus je ziet Marie heel vaak schrijven in haar dagboek in de reeks. En dan, ja, dan was het idee om dat dagboek ook echt uit te geven. Dus met gedroogde bloemetjes daarin te plakken en heel wat tekeningen dat je ook ziet in de reeks. En heb ik dat zelf geschreven. Dus de hele oorlog vanuit de ogen van Marie. Marie, er ligt een man in mijn bed. Wat? Een man in mijn bed? Philippe! Oh, ja. Philippe! Wat is dat hier voor een circus? Die Duitsers logeren hier wel, hè? Duitsers? Wat Duitsers? In mijn kamer. Waar moet ik nu slapen? Wat denkt ons Peter wel? Hoe durft hij binnen te dringen in ons huis, in ons leven? En dan eigent hij zich nog het recht om naar mij te glimlachen, walgelijk. Van mij hoeft hij niets te verwachten. Ik verspil geen glimlach aan mannen zoals hij. Er zaten ook andere teksten bij, maar ik heb vooral dus kortere fragmentjes uit het dagboek genomen. Ik heb het zelf allemaal geschreven, ja. Dus ze hebben mij volledig vrijgelaten. Ik heb volledig mijn ding mogen doen. Ze had zelf de bloemetjes gedroogd in de tuin. En, ja, dus het is volledig mijn projectje geweest. En nu ben ik bezig met een nieuwe reeks die uitkomt op 1 op volgend jaar. Dus iets compleet anders. Ik moet een blonde, domme dal spelen in het West-Vlaams. Maar ja, dat is wel fijn. Dat is echt iets compleet tegenovergestelde. Ik heb hem leren kennen op de castings. Maar dat was wel meteen duidelijk, dat klikt echt. Dus ja, voor de rest, we zullen contact blijven houden. En dat is wel heel fijn. Ja, toch wel. Allee, je moet natuurlijk naar emoties zoeken dat je anders nog niet hebt meegemaakt. En ja, waar moet je die zoeken? Want je hebt het nog niet meegemaakt. Dus dat was wel heftig. Hè? Ik merk nu, als ik nu naar het nieuws kijk, dat ik veel sneller begin te huilen. Omdat ik dat allemaal al heb meegemaakt. Zo die barrière van, oké, ik ga niet huilen, want er zijn mensen bij mij. Dat heb ik nu niet meer. Dus ik kan nu elk moment beginnen huilen. Ja, niet in hoor. Een oude man lag te kreunen van de pijn en daar is de mens niet voor gemaakt. Juffrouw Blommaert heeft me geholpen. Ik dacht eerst dat ze het niet zou toelaten, maar blijkbaar heeft zij meer vertrouwen in mijn kunnen dan mijn eigen vader. Papa vindt me veel te jong. Hoe kan ik hem bewijzen dat ik net als juffrouw Blommaert in staat ben zelfs een drang voel mensen te helpen? Isabel van Dies kan het toch ook? Ze is dokter geworden, de eerste vrouwelijke dokter. Dat las ik in de krant. Jan had mij van alles uitgelegd waar ik niets van verstond. Ja, je gaat met poppen spelen. En ik dacht van, ik kan niet met poppen spelen, hoe ga ik dat moeten doen? Maar we hebben dat dan gisteren 1 keer geoefend en dat ging wel vlot. En uiteindelijk, je gaat er wel in mee. Ik moet vertrekken. Oh nee. Het is weggaan of sterven. Het spijt me, mama. Ik had moeten luisteren. Je had me gevraagd om nooit meer te smokkelen. Ik heb het toch gedaan. Ik trek naar Nederland, maar wie weet later naar Engeland. Het zal misschien even duren voor ik je kan schrijven, maar lieve Manon, maak je geen zorgen. Deze oorlog krijgt ons niet klein. Nee, Marie. MUZIEK
anders, hè. Zo'n live publiek, dat zorgt altijd voor een spanning. En als er iets fout gaat, dan kun je niet meteen zeggen van oké, wacht, even stilleggen, we gaan dat nog een keer opnieuw doen. Dus je moet wel doorgaan. En dat is wel spannend. Ik ben verraden. De Duitsers kunnen me elk moment van de straat plukken. Hans Peter kon me vannacht een valse reispas brengen. Hij vroeg me wanneer hij me terug zou zien. Snel wilde ik zeggen, maar het was oneerlijk geweest. Dus keek ik hem aan. In zijn ogen zag ik geen verwachting meer. Mijn lippen vonden troost, onze huid versmolt. Wij maakten liefde. Ik zou niet durven zeggen dat het lastiger is of minder lastig. Het is gewoon helemaal anders. Want ik heb ook alles terug op tv gezien. Maar dat is nu uiteindelijk ook al even geleden. En als ik het nu terug zag... Met gekrulde lijf op je wijs. En als ik het nu terug zag, ik moest straks nog iets zeggen. Ik zo, ik werd er wel zo emotioneel door. Ik had dat niet gedacht. Het raakt me wel. Ja. Oké, ik ga je laten, want je hebt nog veel te doen. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Liebling, Houtman Gerolf heeft uw brief gevonden. Omdat ik u geholpen heb, moet ik naar het front. Wat er ook gebeurt, ik weiger om op uw landgenoten te schieten. Wanneer ik kan, kom ik naar je toe, dwars door de lines. Hans Peter.